klassenfoto. Leuk voor later. Maar een intrigerende samenkomst, kun je die eigenlijk afdwingen? We probeerden de goden een handje te helpen. Na binnenkomst in Galerie de Zaaien aan de Keizersgracht, ooit een schuilkerk, waar de samenkomst zou plaatsvinden, zou een ensemble de 20 opwachten. Roger Scruton, de filosoof, zou de herkenningsmelodie spelen. U hoort hem al. Catherine Bott, de sopraan, zou de herkenningsmelodie zingen, waarvoor de woorden door Scruton waren geschreven. Er was niemand die niet in de stemming leek.